460 mensen. En er komen er ook nog een aantal stiekem bij, hebben we al gezien. Deze dag is georganiseerd door de Stadsdeelsecretaris. Heel intensief, heel vrolijk ook. Vanuit het idee, we moeten toch, nu het besluit gevallen is, stevig kick-off maken. En over 9 maanden moeten die stadsdelen bestaan in verband met de centrale stad. Dat moet goed gaan draaien straks met de nieuwe bestuurders. En daar moeten we nu mee beginnen. We hebben 9 maanden. 9 maanden om goed bestuur te maken en om effectiever voor je werkapparaat in elkaar te sleutelen. Dat is niet niks natuurlijk. En wat heb je? We hebben een kamerhal. We hebben stel tent. Een beetje licht, een microfoon, zo hier en daar een beamer. En we hebben meer dan 400 mensen hier. Met ongelooflijk veel rijke ervaringen in het gemeentelijk bestel. Dus het zal echt van jullie afhangen of het gaat lukken de komende 9 maanden. Goed dat we vandaag hier een hele inspirerende dag met elkaar kunnen hebben om ideeën uit te wisselen, ideeën op te doen en met elkaar het gevoel te krijgen van we gaan samen die klus klaren. Een hele inspirerende, boeiende dag. Wat gebeurt hier? Hier worden moodboards gemaakt van alle verschillende stadsdelen. De mensen zijn aan het knippen en plakken en straks komen er 7 associaties met de stadsdelen. Wat knip je uit? Op dit moment de tekst waarin staat I'm loving it. Want? Je moet wel houden van het stadsdeel waar je woont. Dat is wel belangrijk. Wat knipt u uit? Een pizza. Waarom? Omdat je in Zuid veel eetentjes hebt. We zijn allemaal Amsterdammers, we wonen in Amsterdam en we willen ook dat de gemeente dat uitdraagt. Oké, dankjewel. Het moet een rustig en prettig leefbaar stadsdeel blijven, maar we denken dat het nog veel meer toe gaat nemen in aantrekkelijkheid. En wat ook heel goed is, behalve dat ik het nu zeg, over 5 jaar is iedereen overtuigd van dat gevoel. Hier in Nieuw-West is prima, is goed te doen. Dus welkom. Maximaal eruit halen uit onszelf of uit de mogelijkheden die er zijn. Maar daarnaast hebben we ook ruimte ertussen gelaten. Dus er is ook ruimte voor vrijheid voor ontwikkeling. Aan het lezen, want ik ben hier om ideeën te krijgen. Wat voor soort briefjes zijn het dan? Dit zijn briefjes van hoe je een stad moet besturen. En hoe gaat u de stad besturen? In ieder geval door de burgers erbij te betrekken vind ik erg belangrijk. Dat het niet alleen maar abstract beleid is, maar dat de mensen die het moeten ondergaan, dat die ook werkelijk weten, ja, dit is goed, daar kan ik achter staan. Prachtige parels. Belangrijke elementen die mensen waardevol vinden om te behouden. Van dat doen wij goed als organisatie. Mijn parel is de aansturing van grote projecten zoals we dat in Geuzeveld zouden meer doen.
en de participatie rondom het grote project. Dus vind ik twee prachtige paarden. Nou, dat staat vormgeven om overal mee te participeren en overal dingen te ontwikkelen. Als je luistert naar de bijzonderheden van een ander stadsdeel, dan kan je daar ook van je eigen stadsdeel best dingen in. En dan is jouw conclusie, we zijn toch eigenlijk heel erg Amsterdams. En misschien wil de burger ook juist Amsterdams zijn. Dat is gewoon de... Voor de En ik heb begrepen dat die sfeer hier vandaag ook zo was. En dat vind ik ongelooflijk belangrijk, daar ben ik blij mee. Want laten we wel wezen, dit hele terrein van de eerste gasfabriek was er nooit gekomen zonder stadsdelen. En ik vind het ook nog wel even belangrijk om dat op te merken, want iedereen loopt altijd maar een beetje, niet iedereen, maar ik zal maar even zeggen, buitenland, iedereen is een beetje te pissen op die stadsdelen. Kijk, dit zijn de dingen die stadsdelen tot stand brengen en daarom zijn ze zo verschrikkelijk belangrijk. En daarom vind ik het stroop de mouwen op.